wat er vorige keer gebeurde in Henkie zijn leven. Leven. Nee, dat is de auto van opa Toos. Hey meneer. Hey. Oké, ga maar, ik volg je wel. Zo, we zijn er. Opa, Toos, ja? We moeten nog zo'n 20 trappen. Oké. 3, 2, 1. Daar gaat u. Ik ga er snel achteraan. Voor opa Toos. Maar trouwens, hoe kom ik er nu af, kijkers? Hoe kom ik er nu ooit af? Auw. Opa, het gaat met me. Agressief. Ja, kijk maar uit hoor. Ja. Wat gaat er nou weer gebeuren dan, kijkers? Wat gaat er gebeuren? Opa gaat... Ik ben lekker sterker. Hoe bent u zo sterk? Hoe kan het met die knieën van u? Ik voel me hartstikke fit. Opa. Kijkers, ik denk dat het tijd is voor wraak. We moeten degene die en mijn donuts heeft gestolen, en mijn notenskaartkoekjes, en wat gereedschap, die moeten we wraak opnemen. Hallo mensen, kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en Jotem. Wat heb ik vandaag toch leuke plannen. De plannen vandaag zijn namelijk heel uitgebreid. We gaan namelijk... Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Maar het regent, dus ik dacht... Oh, laat ik eens lekker buiten met Pantogarel rijden. Dus... ik moet wel instappen dan. Dat is precies wat we gaan doen. We gaan even instappen en we gaan lekker avonturieren. Nou, reis door, hé, slome politie. Zo, en je wat een trage politie. Ik weet niet wat er gaande was of zo, maar... allemaal een beetje traag naar mijn bedoelingen. Volgens mij moet ik stoppen. Je krijgt me nooit te pakken, politie. En trouwens, we stoppen maar eventjes. Is misschien trouwens wel een keer verstandige keuze om te stoppen. Oh jee, wat is hier gaande? Waarom stop je me nou? Nou, daar komt hij aan, hoor. Goeiedag, meneer. Momentje, hoor. Hallo. Oké, ze hebben me aangehouden. Nu is mijn moment! Tot ziens, sukkels! Oh jee, dit was niet de slimste keuze misschien voor Henkie. maar we moeten doorheen nu. Dat was makkelijk, kijkers. Zijn de politie al kwijt? Dat is een korte achtervolging. Hé, er is hier weer politie. Er is hier altijd politie. Hey Henkie! Wat is hier allemaal gaande? Zo, even kijken wat hier gaande is. Nou, politie, wat is hier gaande? Hé, er is een persoon... Politie? Oh, nee. Hey, opa Henkie. Nee, ik heb niks gezien. Opa, Toos. Wat heb jij nou weer voor outfit aan? Ik zat vroeger bij de justitie, ook wel te noemen de politie. En wij dachten, we gaan gewoon weer eens in dienst uit ons pensioen. Maar het is toch helemaal niet veilig als jij op zijn bent? Jawel, wij strijden het op. Trouwens, wij. Je zegt wij. Wie is wij? Ik zie ja, jou. Mijn collega die heeft problemen met zijn sok. Die komt zo terug. Met zijn sok? Ja, zijn sokken zaten niet lekker. Hey opa. Ja, zeg het eens meneer. Zie je die dooien? Ja. Dat heeft de kel gedaan met de helm die daar staat. Oh, ik heb nog geen helm. Pak hem op een Toos! La. Je moet wel sneller gaan. Wacht even. Daar gaat Open Toos in actie. Hij gaat de moord oplossen. In de tussentijd kunnen wij even deze politieauto inspecteren. Wat een prachtige auto. Dat wil je toch monteren? Want die kan misschien wel van pas komen. Jotten, kijk eens. We gaan even sleutelen aan de politieauto hier en daar. Wat fijn. Ja, zo. Nou, die kunnen ook weer meenemen. Hé, waar is Open Toos nou? Heen? En die zat hier ook een kale man. En meneer, wilt hij misschien mijn band van mij kopen? Ik denk dat hij hem niet wil. Dan neem ik hem maar lekker in de kofferbak. Ik ben opa Toos alweer kwijt. Hoe kan ik die man ook altijd kwijtraken nou? Kijkers, ik heb een probleempje. Ik krijg mijn kofferbak niet dicht. Het wil me niet echt helemaal lukken. Oh, hij is dicht. Laat maar zitten. Je raakt die opa Toos altijd kwijt, hè? Ik weet het niet. Nou, hij heeft een politieoutfit aan, dus ik ga hem gewoon zoeken bij het politiebureau. Misschien dat hij daar wel is. Het zou raar zijn als hij daar in één keer naartoe verdwenen was. Oh, nou, ik zie de auto al, hoor. Hé. Daar heb je de auto. Nou, ik ga ze gewoon even zoeken, hoor. Kijk, ze zullen wel hier binnen zijn. Oh, hier is niks binnen. Dit is buiten. Hier naar binnen dan. Ja, hoor, daar heb je ze. Ik wist het. Ik ben ook echt een detective. Ik heb jullie overal gezocht. Wat doe jij hier nou? Oh, Gerard, jij bent de andere collega waar hij het over had. Ja, goed, hè. Wat goed. We waren net aan het kijken hoe we die man daar op de muur gaan vinden. Ja, we gaan hem zoeken. Nou, ik heb jullie net gevonden.
Ik was detective, want ik dacht jullie hebben politie-outfitjes aan. Oh, wat een slimme man. Ja, daarom dacht ik, zal ik eens kijken naar hem kijken? Hoe zeg je dat? Zal ik even kijken naar hem? Ja, doe maar even kijken. Ja, misschien herken ik hem. Goed zijn naam voorlezen. Shaheen. Gezondheid. Gezondheid. Nee, het is Shaheen. Gezondheid. Ja, hey, maar Henkie. Ja? We hebben heel veel vragen gekregen. En ik zeg het toch altijd, oud genoeg. Oh, hoe oud? 2 seconden, moet ik even omkleden hoor. Zo, zeg het eens, wat willen jullie bestellen? Een lekker bakje. Koffie. Bakje, oh koffie, oké. Okay. En ook een toos? Wat heb je in de aanbieding? Niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Ik heb net bakje koffie. Nou, ik heb hier een beetje gras met Ja, maar meneer, u zei net dat ik... Dat is net als die vieze frietzaak op Volkenpark. Nee, ik wil die donut die daar in de vitrine. Donuts! Ik ga ze zelf opeten, zo. Nee, wie ziet dat die donuts lagen? Hallo, ik kom ook. Wat lekker! Nee, die donuts krijg je niet. Jawel, ik zei het. Verlaat de tent nu! Verlaat de tent! Jij ook, Gerard. Nee. Verlaat de tent. Meneer, wat? Verlaat de tent. Hij is ook zo geinig. Die donuts zijn voor mij. Ik ga ze even donut pakken. Hé! Toos! Zo, Toos! Eén voor mij. Toos, ga weg! Oh ja, sorry, ik ga Ik eet even een donut. Hé! Nee! Laat de donut vallen! Laat hem in die donut vallen! Nee, je bent geen ruzie met opa en Gerard. Wat dan? Oh, ik pak mijn wapenstok erbij! Wat anders? Kom hier! Nee, kom hier, laat me met rust! Oh! Ik ga nergens heen. Laat me met rust! Ik zit hier achtervolg, ik ben open toos en Gerard. Achtervolg! Rennen kijkers! Ze krijgen me nooit te pakken! Huh? Jullie krijgen me nooit levend te pakken! Meneer! Ze krijgen me nooit te pakken! In ieder geval niet levend. Ik heb een ontsnappingsplan bedacht, kijkers. Daar zijn ze. In de achtervolging van Open Doos en Gerard. Oh nee, ik was vanmiddag ook al een achtervolging. En dan... De ultieme twist. Ik ga terug. Dat hadden ze nooit verwacht. Ze zien me nooit. Ze hebben me gevonden! Waarom doen jullie dat nou? Toos, we hebben... Waarom doen jullie dat nou? Ja, sorry, ik rende wat te laat. Ik merkte het nu, ik wil last van mijn rug. Ja, u gaat vluchten, meneer. Dan bent u een top criminel. Jij liegt. Je zegt altijd dat je een hele sterke rug hebt. Ja, ja, dat bedoel ik. Dat heb ik toch. Wat gaan we doen? Ja, waar ga je aanhouden? Nee, hij moet nu met ons mee als detective. Oh ja, dat is een goeie. Privé detective. Okay. Dan moeten we wel even een nieuw pet voor me halen, want ik krijg die pet niet meer op. Ik heb een pet, een pet. Dus ik ben detective van jullie nu. Ja. Dan ga ik mijn detective petje op doen. Tada! Ik heb ook een petje en mijn bril op. Zo, die is wel ongelooflijk mooi. Die is mooi, hè? Ik heb net nagedacht. Misschien is het leuk als hij op de fiets gaat. Als ik op de fiets erachteraan ga. Ja. Waarom deed hij dat nou? Mijn pet is weg. En dan rijdt er ook gewoon vandoor nu. Henkie, mijn pet is er weer af. Moet ik weer een nieuwe halen? Moet ik ook weer een nieuwe halen. Ik ga inderdaad lekker op de fiets te halen. Ik ga op de fiets, zoals afgesproken. Sorry voor net. Dat maakt niet uit, joh, kan gebeuren. Ik fiets achter jullie aan. Oké, dan moet je wel flink fietsen. Kom, Toos. Toos, de auto is de andere kant op. Oh, daar gaan we. Ze zeiden dat ik snel moest zijn, maar ze weten niet hoe snel ik ben op de fiets. Dat weten ze niet. Ik ben hartstikke snel op de fiets. Dan gaan we. Fietsen snel. Door fietsen. Ik kan dit. Oh, het is wel zwaarder dan ik had verwacht. Oké, en nu volle vaart vooruit. Ik ben lekker sneller. Lekker op de fiets. Wij zijn sneller. Nee hoor, pas erop voor die auto voor u. Nu halen ze me nooit meer in. Aan de kant! Wat zijn we aan het doen? Ja, wij volgen jou. Ja. En ik volg jullie. Oh, nou dan gaan we weer terug. Wat is dit nou? Rusty Brownies Ring Donut. Pick your ring. Hier wil ik wonen. Dit wil ik kopen, dit is nu van mij. Dit is Henkie's winkel voortaan. Wat een lekkere donut. Maar ik ben je Open Doos en Gerard weer kwijt voor de 100ste keer. Oké, kijkers. Ik ben Open Doos en Gerard weer kwijt. Ben er niet uit, weet je wat? Ik ga hier ook nu de video afsluiten. Ik
dat jullie het vandaag weer een leuke video vonden. Maar kijkers, ik heb alle comments gelezen en middendeels zei dat Max heeft mijn huis leeggeroofd. Wat moet ik daar nou tegen doen dan? Jullie weten vast wel wat ik moet gaan doen, kijkers. Dus doe allemaal even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal eventjes. Ben je dit? Moed! En dan gaan we een plannetje bedenken. Comment ook wat je als plan wil hebben om Max aan te pakken. Dit waardoor hij mijn spulletjes zomaar in huis heeft gehaald. En mijn donuts. Dankjewel voor het kijken en zie je bij de volgende video. Doei! Yeah.